John, gefeliciteerd met de drie punten. Staat er een tevreden trainer voor me? Gematigd. Wel tevreden met het resultaat. Heel tevreden met het eerste half uur, waarin we datgene hebben gedaan wat we wilden. Excelsior vastpakken, druk zetten, kansen creëren, geconcentreerd zijn. Individuele kwaliteit van Boni, waardoor je twee mooie goals maakt. Dan heb je, dan speel je eigenlijk vanaf dat moment een gewonnen wedstrijd. Maar het laatste uur, het laatste kwartier van de eerste helft en met name ook de tweede helft. Als trainer niet en als liefhebber van voetbal ook niet. En ja, dat is jammer, maar aan de andere kant moeten we weten dat we met Vitesse een jaar geleden uitgewonnen hadden. Dus er zijn veel meer punten nu om te zeggen dat we wel tevreden moeten zijn. Ik ben tevreden over de laatste lijn, die hebben het goed gedaan. Samen met Piet, er stond gewoon een lijn die niet te passeren waren. Dus, maar nogmaals, het zegt genoeg dat we de verdediging moeten aanhalen in deze wedstrijd. Ja, ik zie de krantenkoppen al voor me morgen van Boni maakt het verschil. Is het zo simpel? Nou, dat is wat mensen zien. Natuurlijk, als je twee zoveel kwaliteitsgoals maakt, of twee van zulke kwaliteitsgoals maakt, dan is dat zijn kwaliteit. En is ook de kracht van het elftal. Ik vind dat we dat nog veel meer moeten gaan zien en gaan benutten. En dat we met name veel meer elkaar moeten gunnen. Dat het niet alleen maar eigen belang is. Het is geen Boni-show, het is geen Chanturia-show. We zijn met Vitesse bezig aan iets moois. We hebben een geweldige week afgesloten. En dat doen we met z'n allen. En ja, daar hamer ik op. En daar zet ik ze op terecht als me dat niet bevalt. En dat is denk ik vanmiddag is dat wel op zijn plaats. En waar heb je het meest van genoten vandaag? Nou, wat ik zeg, het eerste half uur. Ik hou van aanvallers, ik hou van individueel, ik hou van kracht. Het gemak waarmee hij die goals kan scoren. Maar ik geniet ook van Piet en van Frank, van Guram, Thomas die met ze en Alex die verdedigend zo sterk waren vandaag. Heel veel duels gewonnen, veel luchtduels. Ja, daar kun je dan ook mede van genieten. Maar uiteindelijk moet je van het geheel, en dat kan, want dat hebben we genoeg laten zien. En het is jammer dat we dat niet waargemaakt hebben tweede helft. Ja, door in de beker, nu 13 punten. Goede weg. Geweldige week. We hebben natuurlijk twee tikken gehad. Nogmaals, ik kan niet vaak genoeg zeggen van twee teams die vele malen beter zijn dan ons op dit moment. Maar als je dan ziet hoe we dat deze week opgepakt hebben, dan ben je, hè, als je dat even teruglaat, in je gedachten de revue laat passeren, dan moet ik wel zeggen dat ik wel heel blij en trots ben met deze week. Absoluut.